Hallo allemaal, het is maandagavond en dat betekent dat het natuurlijk om 8 uur weer tijd is voor een nieuwe Neil Talk Live e-workshop. En vanavond gaat het over een hele mysterieuze vorm van inleennagels maken, een bijna verbijsterende manier van inlay-nagels maken, namelijk underlay-inlay-nagels. Nou ja, onze inlay-queen is hier natuurlijk vanavond om dat aan ons te laten zien, Deborah, zo direct gaan we naar haar toe, om te horen wat het nou eigenlijk is dat underlay-nagels. Maar we hebben vanavond natuurlijk nog meer. Twee weken geleden heeft Sarisa samen met Angelique de e-workshop gegeven, ik was toen helaas ziek, maar daarvan hebben wij vanavond de winnaars die ik bekend ga maken. Um, we hebben natuurlijk ook nog vanavond een leuk filmpje over het event. En ik ga nog wat meer over het event praten. We hebben daarnaast ook natuurlijk een vooruitblikje. Want volgende week is Magda hier in de E-Workshop. Met haar 3D designs. Dus dat wordt heel erg leuk. Seriza is, as we speak, in Italië om een recertification af te nemen. Samen met Natalia Gritsenka. Al onze Italiaanse trainers en distributeurs worden er op dit moment getraind. Nou, als je op Insta kijkt, dan zie je af en toe wat filmpjes van Natalia, maar ook van Seriza. Voorbij komen. En aanstaande woensdag ga ik samen met Gil ook naar Italië toe om wat behind-the-scenes uh, te filmen. Ik heb een distributeursmeeting ook nog met ze, dus dat ga ik ook nog wat meer over vertellen. In ieder geval, veel te doen vanavond. Een hele bijzondere, spannende nagel. Wij gaan beginnen. Ja, en ik heb natuurlijk de telefoon bij me om al jullie comments mee te kijken. En ook voor jullie die vragen door te zetten naar de overkant van de studio. En, uh, oh, Aletta is een beetje snotterig. Ze heeft verder een goede dag gehad. Nou, ik, ik hoop niet dat je die griep krijgt die ik ook heb gehad, Aletta. Want die was best wel pittig. En ik zie dat uh, Priscilla die zegt ook: oh, ik ben wel aanwezig, maar ook weer niet. Ik ga gewoon lekker kijken en mijn hoofd even leegmaken. Nou, ook daarvoor zijn we hier natuurlijk, Priscilla. Zodat je af en toe even gewoon je gedachten kunt verzetten. Verder een boel vaste kijkers alvast. Uh, Henriette zegt ook hallo allemaal. Hallo Henriette. En um, uh, Barbara zegt hallo allemaal. Zijn we weer? Succes met de live. Dankjewel Barbara. Dus iedereen is er weer. Mieke die kijkt vandaag een half uurtje mee. En de rest ga je morgen terugkijken. Dat is natuurlijk altijd ook wel heel handig om te doen. Maar toch leuk dat jullie even bij bent. Nou, vanavond gaan we het dus hebben over een, een, een nieuw soort inlay. Genaamd Underlay. En wie beter dan onze inlay-queen, Deborah, die ons meeneemt naar onder de inlay, de underlay. Deborah, wat is een underlay? <laughs> ja, hallo, goedenavond allemaal. Ja, het is een hele nieuwe soort eigenlijk van inlay-techniek. Maar op een ander maniertje aangebracht en op een net ander jasje erop gelegd. Dus kijk gauw mee, want uh, we gaan heel gauw mee beginnen. En uh, zoals jullie kunnen zien, heb ik hier een uh, lege tip, helemaal blanco. En wat gaan we met die blanco tip doen? Ik heb alleen een beetje bond aangebracht. Want hier overheen komt een beetje clear power gel. En dat is echt een, een, eigenlijk een frutje, een fractie. Want ik ga hiermee het nagelbed maken. Maar dun. Ik zal nog iets meer doen, want het is een lange nagel. En dat is alleen voor jullie om het beter te kunnen laten zien. Vandaar dat wat lengte erop zit. Zo. En dan ga ik nu met mijn penseel. Ga ik alvast een dunne, echt een dunne laag nagelbed maken? Zit ik goed zo of zou ik hem ietsje kantelen? Zo. Nee, we kunnen het wel zien. Ja. Ja? Okay. Ik was even wat mensen beterschap aan het wensen, want Karin die heeft last van de gekneusde ribben, die ligt ook op de bank thuis. Oh, Aletra is dus een beetje snotterig, maar ook Maggie ligt al de hele dag op de bank. Nou, een beetje, dus die heeft ook wat beterschap nodig. Uh, want Karin heeft last van de gebroken rib en een luchtweginfectie. Dus ja, we zijn allemaal een beetje een lappenmand. Maar dat neemt niet weg dat we kunnen meekijken. Je maakt dus Precies. een nagelbed ja. van kleer. Ja, heel dun. Dus het kan zijn dat je. Deze pauwdeel is wat stug. Het dus is helemaal nieuw. Dus ik leg er een frutje bij. Want ik wil natuurlijk wel echt wat goed laten zien aan jullie. Hij is echt stug. Het is hier ook een beetje koud in de studio. Dus hij wil niet zo heel erg lekker. Zacht worden nou, Janine zegt dat ze vandaag te horen heeft gekregen dat ze nekhernia heeft. En een beetje afleiding kan ze dus wel gebruiken. Oh, oh Janine, dat is best wel heftig. Ja. Heel veel sterkte daarmee, heel veel beterschap. En natuurlijk, iedereen die zich niet zo goed voelt, beterschap. Maar Janine, ik kan me voorstellen dat je daarvan schikt. Agnes zegt dat de cake in de oven is. Ik kan eindelijk meekijken. Oeh, wat voor cake is dat van Agnes? <laughs> ja, daar lusten wij ook wel een, een beetje van, denk ik, uh, uiteindelijk. Even een hartje. Dit is de Clear Power Gel Daisy. Dus ja. dat is Power Gel Clear. Heel dun. Um, niet Gel Builder standaard, maar je zou misschien ook de Builder Gel Clear kunnen gebruiken, Deborah? Ja, in principe kan dat wel hoor. Je kan hem gewoon uh, dun aanleggen. Het enige wat je, waar je op moet letten is dat hij niet uitloopt, want je wil deze op zijn plek houden. Nou, zoals dit. Dit is genoeg, als je hem al zo kunt een beetje zien. Zo. Ja, nou het is heel goed te zien. Ja, zo wel. Dat je een dun laagje hebt met al een muurtje. Het dus hoeft echt niet veel en op een wat kortere nagel mag dit natuurlijk nog een tikkeltje dunner. En deze hoeven we maar even 10 seconden kort uit te harden. Dus die doe ik even in de lamp. Zo, even kort. En hierna ga ik alvast verder. Ik zal hem even aandoen. Zo. Want ik ga werken met de glasgel. En ik heb voor deze nagel gekozen, de groene. En ik hoef maar heel even kort. Dus over deze nagelbed. Uh, ja. Ja, die ik net Li gemaakt heb. Brengen. Lisette vraagt ook, is dus het is een beetje laat, hoop ik niet te veel gemist. Nee hoor, Lisette, we hebben, Deborah heeft alleen nog maar een nagelbedje gemaakt van ja. Clear Power Gel. Klopt. Dus dat is de basis waar we nu op gaan werken. Een nagelbed gemaakt met Clear Power Gel kan ook met standaard builder Gel, maar let op dat hij niet uitloopt. Daar zijn we nu. Nou, dat klopt helemaal. Dus ik heb nu net eventjes het nagelbed goed kort uitgewisseld. Het is niet echt een nagelbed, maar voor jullie noem ik het even een nagelbed. Die heb ik nu goed uitgehard. En daaroverheen ga ik een glasgel leggen van groen. Dus kijk maar even mee. Dus ik heb hier dat net uitgeharde deel. En daaroverheen leg ik mijn groene glasgel. Uh, heb je de plaklaag heb je niet verwijderd? Nee ja? hoor. Er is natuurlijk maar heel weinig plak, plaklaag. Sowieso, maar eigenlijk uh, verwijder ik nu geen één keer de plaklaag. Met alles wat ik ga doen tot aan het einde, ga ik hem niet verwijderen. Dus onthoud dat je hem niet nergens verwijdert. Oké, okay, niet de plaklaag verwijderen. Tot op het allerlaatst bij het veilen. En Chrisje ziet jou net verschijnen en die zegt, wat zie je er prachtig uit. Ach, dankjewel. Dus, dank je, dank je wel, er prachtig uit, Ja, Dankjewel. Net een filmster. Ik laat het even zien. Nou, hoe mooi is de grond? Kijk. Zo zie je hem heel goed. Nou, dit is zo dun. Daar heb ik even mijn flesje voor nodig. Dus die hard ik even uit. Even rondom. Zorg wel dat je producten die bij je nagel staan allemaal uit de buurt zijn. Want we willen natuurlijk niets uitharden. En verzeker dat zeker met je hand erbij. Dus dan hou je altijd het licht tegen. Nou, dit is al voldoende. Dat is natuurlijk een transparant product, dus dat hart heel snel uit. Ja. Ik zag ook nog van Daisy een bericht. Ik kreeg vandaag te horen van mijn pijnpoliarts dat mijn rug in de MRI-scan wordt bekeken. Waarschijnlijk een hernia. En je bent net al geopereerd aan een buikhernia. Nou, dan heb je het niet getroffen. Heel veel sterkte en beterschap daarbij. daarbij. Nou. Dat is uh, best heftig. Maar dus dat wordt ook gereageerd. Pittig, ik heb er ook nog nooit van gehoord, een buikhernia. Ik ben trouwens gelijk even een tweede laagje aan het aanbrengen. Dun ook. Want dan geeft het wat meer kleur, zoals je kan dat zien. Dat basislaagje powergel, is dat echt essentieel? Ja, ja. En dat komt omdat je een sterke hechting nodig hebt. Op de natuurlijke nagel. Op de natuurlijke nagel. Ah, oké. Okay. Ja, dus we hebben de flesh, dus die zal ik er nog even bij. Ik kan hem ook gewoon even in de lamp doen natuurlijk. Dat is ook even ook maar heel kort. Want wat ik nu ga doen, ik ga nu beginnen met de inlay op deze kleur. En daar heb ik voor gepakt. Meerdere dingen, want ja, er hoort veel in een underlay inlay En zoals jullie kunnen zien onder de camera, heb ik die mooie flakes. Nou, er zit ook wat groen in, wat roze. Eigenlijk zit daar van alles in. Wat sparkelt. Dan heb ik wat shells. En ik dacht bij deze, wat blauw. De schelpen, ja. Ja, en nog wat clear-inlay. Dat is ook altijd goed. Zo. En dan heb ik ze zeg maar hier zo. Nou, mijn tip kan er alweer uit. Dat aangezien. is al best wel wat zo samen bij elkaar. Dit is al best wel wat. En dan kun je ook nog kiezen om er wat folie bij te doen. Je kunt er zelf kiezen voor wat je wil. Het punt is alleen, het moet wel vol. Die folie, dat is uit het nieuwe kitje, de Goldfoil. Dat hè? klopt, zeker. Dat kun je ook zien aan die mooie kleuren. En ik dacht, omdat ik met groen werk, doe ik een beetje de blauw-groene. Mm -hmm. Dat is wel heel tof. Dus die maak ik even open. Voorzichtig en niet te hard ademen, want ook mijn uh, flakes staan open. Dus het is hier allemaal gevaarlijk als we nu hard zouden ademen. Nou, dergelijk. Daisy zegt die shells, die moet ze echt hebben. Zo gaaf. Ja, Daisy, die zijn ook echt prachtig. Ja, die we zijn, zijn op shells. En Iris zegt, gelukkig heeft ze alle kleuren glass gel. Dus haar fantasie kan lekker de, nou, de losgaan. zeker. Ik leg wat shells. Ik schal hem even omhoog. Oh, ja, ook goed. Even op een blaadje. Die kan uit. En dan breek ik het. Voorzichtig. Want ik heb natuurlijk stukjes nodig. Nou heb ik natuurlijk op deze tip wel wat plaklaag van de glasgel, maar niet afdoende. Dus daarvoor gebruiken we rubberbase. Een dun laagje. Priscilla zegt, zo de hele glitterkast is meegenomen. Ja, inderdaad Priscilla. En deze boot zegt, adem inhouden Deborah. Ja, zeker weten. Nou, ik, uh... En ook Jessica zegt, niet ademen. Nee, ik, ik probeer dat echt de hele tijd al te doen. Ik heb al last van mijn ribben, maar uh, het gaat komen. Uh, Henriette zegt: Gold leaf foil is just perfect for everything. Just like glitter, flakes, everything that can sparkle is perfect. Dus ja, die gold foil is voor alles heel handig. Maar dat hebben we natuurlijk ook gezien in de e-workshop met Henriette. En Lakje Nagel, Linda zegt: Vandaag kijkt mijn vriend met me mee. Ik ben heel benieuwd naar wat het gaat worden. Nou, Linda, ik ben ook heel benieuwd naar wat het gaat worden. Mm -hmm. Underlay, wat maakt nou die inlay een underlay? Ja, ja, dat is heel spannend. Nou, ik heb nu een plaklaag hierop zitten, die hard ik niet uit. De rubber base zit nu over de glasjouw heen. Dan pak ik met mijn penseel een beetje van die plak op, want ik wil mijn shells op kunnen pakken, de stukjes die ik net gebroken heb. Nou, dan kan ik ze heel makkelijk met mijn Detailer 3 zo oppakken. Dat ja, is prachtig. Alleen die shells zijn al gewoon beeldschoon. Ja, ja, ja ik, kan ook niet, ik kan ook nooit kiezen welke kleur, want ik vind ze allemaal even mooi. Het is niet te doen. Ze zijn zo ontzettend prachtig. Dat is een heel groot stuk, die pak ik niet. En die schelpen die zijn niet uh, van plastic of zo, maar dat is, zijn echte schelpenstukjes. Het is echt paarlemoer, ja. um, gekleurd parelmoer, En ja, dat is gewoon echt niet te geloven. Je hebt ook verschil natuurlijk in shells. Deze shells van Magnetic Wheel Design zijn natuurlijk heel erg dun. Soms zijn de shells te dik om te gebruiken. En dan is het lastig met het navijlen of het opvullen. Maar deze kun je prachtig breken en zijn flinterdun, maar niet zelfklevend. Dus je hebt echt die basislaag nodig om ze vast te zetten. En je hebt gekozen voor base clear, hè? Ja, klopt. Omdat uh, het kan ook natuurlijk met base en top, maar dat is wel wat dunner. Dus uh, er komt nu best wel veel in. En dan heb je wel een beetje kans dat hij gaat zwemmen. Oftewel dat hij een beetje gaat lopen naar een plek waar jij dat niet wil. En zo ziet er daar nu dan uit. Ik zal deze nog iets hoger leggen. Ja, mooi voorzien. hè? Ja, dit is al gewoon. Ik vind het gewoon echt leuk. Zo serieus al beeldschoon. Ja, dat, dat is het ook. Heel beeldschoon. En Gerry zegt, zo kan er nog meer bij, Deborah. Gerrie, ja, ja. Ja. Het antwoord dat... is ja. <laughs> uh, en Priscilla zegt dat ze de zwarte shells heel erg mooi vindt. Ja, die vind ik ook heel mooi. Zeker in combinatie met opalen. Ja. Allemaal beeldschone materialen. Absoluut. Nou, ik ben inmiddels al wat folie uit elkaar aan het pielen. En daar lig ik ook een frotje van. Tussen hier en daar, hoeft niet te veel, want er komt natuurlijk nog wat bij. Maar dat haal ik een beetje uit elkaar, want ik wil dat een beetje verdelen. En het mooie met deze folie is, je kunt best een flink stuk pakken. En deze, als je die een beetje opduwt, dan wordt het een kleiner stukje, zoals je kan zien. Nou, dit is eigenlijk al helemaal leuk. Klein stukje nog. Ja, Maggie zegt ook over de shells... Ja, je neemt blauwe shells, maar als je dan wat draait, dan zie je weer een andere kleur. Dan passen ze ook perfect bij de verschillende kleuren. Dat klopt, want het lijkt ook een beetje paarsig als je het zo ziet. Het heeft echt uh, ja, heel veel kleur. En omdat je natuurlijk een groene kleur eronder hebt, pakt het ook wel wat van dat groen weer aan. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, en Wendy, jij vraagt, dit is nog steeds niet uitgehard, toch? Nee. Nou, je hebt natuurlijk de Power Gel Kleerlaag, die is uitgehard. Dan de Glass Gel Polish Groen, die is ook uitgehard. En vervolgens is daar. Rubberbase clear overheen aangebracht en die is niet uitgehard. Dat klopt helemaal. Oh, Danielle, ik vertel het dus net. Uh, jij, jij komt er net in. Hoe is het nagelbed gemaakt? Nou, Danielle, eerst het nagelbed is gemaakt met Powergel clear in de vorm van het nagelbed, uitgehard. Daarna twee laagjes groene glass gel polish daaroverheen, iedere laag ook uitgehard. Mm -hmm. Nu een klein beetje rubberbase clear en daar worden de materialen in vastgezet. Juist. Allemaal heel dun, ja. zodat het niet te dik wordt. Nee. Nee, heel dun. Ik maak heel even mijn penseel schoon, dat het goud eraf is. Daisy zegt: het lijkt wel een dollar edelsteen. En Gemma <laughs> zegt nu al zin in het huiswerk. Met een gave manier van het nagelbed. En Serisa schakelt ook net in. Die is nu in Italië, in Tivoli bij Rome. Voor de Italiaanse recertification van al onze distributeurs en trainers. En ik zie nog meer glitter tevoorschijn komen. Ja, ja ik wacht even tot je uitgesproken bent. Dat vind ik wel zo netjes. En zo, ik leg een heel klein beetje rubber base, echt een nipje op een uh, palet, zodat ik met mijn penseelpunt, waar nu een beetje rubber base aan zit, zoals je kan zien, mijn inlees kan pakken. En nu wil ik zo min mogelijk van de grote. Dus ik probeer een beetje te vissen naar de kleintjes en die er een beetje. Want de grote zou te veel zijn. Nou, dat bedekt dan net meer. Maar als ik een grote pak, zeg maar, die ik op zo'n shell leg, dat blijft dan niet zo lekker zitten, zie je? Het kan wel, maar het is dan een beetje zonde van Michelle, die ik eigenlijk uh, daar wil hebben zien. Dus dat haal ik er dan weer af. Nou, Sophie de Pauw ook aan het meekijken. Die wenst ons een fijne avond. Nou, jij ook, Sophie. Michelle is aan het meekijken. Over twee weken gaan we natuurlijk met Michelle praten over het wedstrijdteam. Syriza schakelt in en zegt: Hallo allemaal, zet hem op. Deborah. Nou, Syrize is bezig met inlee. <laughs> dus dat komt goed. En Syriza zegt: Wat ziet dat er al prachtig uit? Brenda zegt: Het beginstukje gemist, maar goedenavond allemaal. En Gislaine zegt geweldig, al het glimmen. Hier word je toch nu al blij van? Ja, ik word er gewoon al helemaal. En dan moet je nagaan dat dit pas het begin is. Ja, ja. En je zal dadelijk denken van, huh? Maar dat komt dadelijk. Ik wil nog even wachten met de huh. Ja, we gaan straks eerst even het huiswerk doen voordat precies, we naar de volgende huh gaan. Precies. Nou, nu heb ik dit helemaal gedaan. En die hard ik eventjes een minuutje uit in de lamp. Dus dan kan ik even pijn de tijd geven om wat dingetjes in orde te maken. Om wat dingetjes in orde te maken. Oftewel het huiswerk te stellen. Yes. Wat is het huiswerk deze week? Nou, het huiswerk deze week is. Maak vijf designs. Waarvan drie nagels met underlay op het nagelbed. En twee op de verlenging. Dat doe je op colorpops. Dus je maakt vijf colorpops. Waarvan er drie het design op het nagelbed hebben. En twee juist op de vrije rand. En speel hierin met vijf verschillende kleuren. Dus je mag verschillende kleuren hierin gebruiken. Om jouw creativiteit helemaal bot te vieren. Nou, vervolgens heb je daar twee weken de tijd voor, dat wil zeggen tot en met 23 oktober, om je huiswerk in te sturen. Dat doe je dan via de link die je in de comments vindt in het album Underlay. Toevallig heb ik daar vandaag naar gezocht. Zijn er verbeterpunten, dan neemt Jessica contact met je op en krijg je een herkansing. Vergeet niet step-by-step -step foto's en één eindresultaatfoto van al je designs samen als huiswerk in te sturen. Doe je dat nou? Dan mag je, dan krijg je natuurlijk je I-certificaat, je, je certificaat van deze prachtige i underlay les. Je wordt afgeleid door Gerry. Gerry, jij zegt: Moet je dan straks niet het apenzuur veilen? Nou, het is allemaal nog redelijk laag in de nagel. Dus het is maar een heel dun laagje powergel. Ik begrijp nu ook waarom dat niet te hoog moest zijn, want anders wordt het natuurlijk wel veel te veel. Dus altijd de balans zoeken tussen niet te dik en makkelijk verwerkbaar. Um, Daisy Vonk, wat als je geen vers vijf verschillende glasgels hebt, mag je dan ook de Powergel Clear mengen? Ja, zeker dat mag je mengen. Je kunt ook de base en top mengen op kleur met een heel klein beetje Gel Polish of Color Concentrate. Um, Natalia Gritsenka kijkt ook mee. Hello from Italy. Hello from Holland. Uh, even kijken, Anja Verret. Hallo allemaal, wat laat, maar met het nieuwe kleinkind nog gefeliciteerd. Even andere dingen aan mijn hoofd, maar kijk zeker het begin terug. Ja, dat is heel logisch dat je nu even andere dingen aan je hoofd hebt. Maar in ieder geval vijf nagels, waarvan er drie het design op het nagelbed hebben... en twee het design op de vrije rand in vijf verschillende kleuren. Doe je dat, maak je ook kans op een hele mooie prijs. Dat is ditmaal deze prijs. De holographic FX-foils, de inlay-shells... Een glas polish en een potje pigment samen met de flashcure. En de flashcure is natuurlijk helemaal superhandig om te winnen en om mee te nemen naar het event. Want tijdens het event kun je natuurlijk al je designs heel makkelijk en eenvoudig met de flashcure uitharden. En als je je eigen flashcure bij je hebt, is dat natuurlijk helemaal superhandig, want dan weet je zeker dat die helemaal perfect werkt. Huiswerk zal nu een keer niet lukken, zegt Anja, nu ik opeens een deeltijdsalon erbij heb. Nee, even prioriteit te stellen. Als, het, als ik het goed begrijp, zegt Anja van Es, hoeft het geen passende set te zijn. Nee hoor, dat mogen vrij verschillende nagels zijn. Maar ik zie dat Deborah daar ook iets over te zeggen heeft. Dus ik geef even Gil de tijd om te rollen. <laughs> ja, dat klopt. Qua kleuren op het nagelbed of op de verlenging niet. Maar voor zometeen uh, als de verlenging of als nagelbedkleur weer wel. En dat houdt in, we gaan hem afwerken met wit. En dat wil ik er graag in zien, maar daar mag je wel in spelen met die kleuren. Dus dat zou ik daar wel even laten zien. Um, een, soort, een soort French met wit. Maar daar mag je wel mee spelen. Maar dat ze wel een eenheid hebben door overal wit in aan te brengen. Want dan ziet het er wat mooier uit. Nou, dus. dat was dus een hele goede vraag. Dus het witte gedeelte van de nagel komt terug in alle vijf. Alleen het underlay verhaal van de nagel, dat in verschillende kleuren, die je ook zelf mag mengen. We hebben deze maand nog veel meer leuke en interessante e-workshops. Volgende week is Magda hier uit Engeland. Magda is onze internationale trainer en natuurlijk is zij de distributeur voor heel Engeland. En zij neemt ons mee op maandagavond naar 3D Designs. Een week later, op maandag 23 oktober, zijn Michelle en Aletta hier bij mij, want dan gaan we het hebben over het competitieteam en het doel van het meedoen aan wedstrijden voor nagelstilistes. Dus dan gaan we je veel meer daarover vertellen. Dat is die show van twee weken geleden die we hebben uitgesteld, waardoor dus twee weken geleden Angelique hier live was met Syriza, waarvan we vanavond de winnaars bekend gaan maken. De maand oktober wordt afgesloten met Crystal Mania door Cheryl. Dus dat wordt een heel ander type workshop dan dat wij kennen van Sheriel. Ik ben ook heel benieuwd wat ze allemaal gaat maken. Het wordt vast prachtig en vast op een hele interessante manier benaderd, want dat zijn we natuurlijk gewend van Sheriel. Nou, de maandaanbieding van de maand oktober zijn de hygienic veilen. Oftewel de wegwerpveilen, de hygiënische veilen. Ken je die nou nog niet? Is dit nu het moment om ze te proberen? We hebben ook een studentenkitje met daarin verschillende gids bij elkaar... zodat je kunt voelen wat doen die nou en verschillende kernen. Um, maar gebruik ze nou toch al... En dat zou ik zeker doen, want niks is lekkerder dan een nieuwe vijl als je aan het werk bent in de salon. Dan kun je lekker je voorraden aanvullen. En er komt ook, er is net weer een grote orde binnengekomen. Dus ook een aantal van de vijlen die we even niet hadden, die zijn er volgende week of deze week weer. Dus dat is ook super mooi nieuws. We komen zo direct terug met nog een keertje het rondje huiswerk. Maar voor nu gaan we even terug naar Deborah. Yes, nou, de tip is zover uitgehard. En ik heb nu ze nu klaargezet. De flakes staan nu iets dichter bij me. Dus ik moet nu heel voorzichtig zijn met dat soort dingen doen. Dus kijk me, gauw mee voordat ze wegwaaien. Nou, daar staan ze. En ze zijn toch zo mooi. Oh. Nou, er zit nog een beetje plaklaag aan. Dus ik heb mijn penseelpunt weer even door het tipje rubber base heen gehaald, zodat ik ze op kan pakken. En deze ga ik een beetje random aanbrengen. Op de nog plakkerige delen. En is het veel, het is veel en heb je het nodig? Zeker. Ik kan erbij zeggen dadelijk op het einde. Um, als je dit niet eronder aanbrengt, dan is het effect niet zo mooi. Dus dan krijg je niet wat je zou willen zien. Dus vandaar deze aanbreng van materialen. Alhoewel, dit is ook al tof om te gebruiken als een nagelbed, natuurlijk. Ja, het is supercool. Ik hou ervan. Ik doe het vaak. Ja, dat weten jullie denk ik inmiddels wel. Ik kan altijd heel moeilijk stoppen, omdat ik er zo gek op ben. Maar goed. Zo, kijk, dat is toch wel helemaal de bling. Tikje kijken, even checken, checken, checken. Waar kan er nog iets bij? Hier is het altijd een beetje voorzichtig zijn, hè? ook bij klanten. Want hier ga je toch veilen. Dus let erop dat je het niet helemaal in de rand stopt. Bij de, richting de nagelrim. Want daar heb je dan kans dat je het wegveelt. En dit zijn dus de chameleonflakes die je over alles heen hebt aangebracht. Maar niet over alles, alleen over de nog plakkende delen. Okay. Dus het glimt nu zo erg dat je en denkt, ik zie het niet meer, maar je ziet toch wel de shells hier liggen, het goudfolie hier liggen en de kleer. Nee, allemaal wel weer terug. Ik pak heel even mijn fluffy om het losse er. Voorzichtig af te vegen, want de rest dat plakt er toch wel aan vast. Zo, op deze manier. Dan doe ik dit even settelen met mijn flesje. Want ja, je moet het toch even een beetje op zijn plek houden. Hoppatee. Nu breng ik op deze laag zometeen weer een rubber base laag aan gaan we even doen. Zo, dun. Heel dun, maar wel overal. En je ziet, omdat ik het uitgehard heb, het blijft heel mooi op zijn plek liggen. Echt dun. Hou die lagen dun. Je kunt van de zijkant zien dat het nog steeds dun is. Heel dun, 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 dun. Ik wil alleen maar een beetje plak hier hebben. That's it eigenlijk. Zo. Nou, dan ga ik jullie... Ik schuif deze even opzij, want ik wil even iets laten zien onder topshot. En dat zijn de FX foils die we hebben. Dat zijn hele mooie, transparant gekleurde folies. En daar hebben we er vier van. Kijk eens om. Ik hou even een mooie brushwipe erbij. Want dan kunnen jullie zien hoe de kleuren zijn: roze, geel, paars en blauw. Echt, als zijn... je dit op je eigen nagels wil maken, Deborah, wordt gevraagd: ja? moet het dan per se een hele lange set zijn of mag het ook een wat kortere set zijn? Dat mag ook zeker korter, ja hoor, zeker. Dat mag ook korter. Als het maar gewoon het effect heeft. Want als het heel, heel beknopt ja, kort is, dan ziet het er niet meer zo mooi uit. Zeker omdat je er nog een French tegenaan zet, natuurlijk. Maar natuurlijk mag het op je eigen handen. Maar voor het effect en om het een beetje te oefenen, zou ik het allereerst op een tip doen. En dan pas op jezelf. Maar natuurlijk speel ermee. Dat mag allemaal. Dus dat is geen probleem. Nou, hier heb ik ze. En ik heb natuurlijk de groene ondergrond. Dus wat wil ik dan gaan doen? Ik vind, met die blauwe shells heb ik het gebruikt. Dus ik denk ook dat ik voor de blauwe ga. Ik hou die andere even onder, zodat je kunt zien dat dit de blauwe is. Omdat wij hier een zwarte ondergrond hebben, is dat een beetje moeilijk te zien. Maar, ik wil dus een nagelbed hebben. Waar ben je? Daar ben je. Nou, je kan hier al zien. Ik heb er al een paar geknipt. Dat is een beetje de vorm... Die wij ook gaan knippen. En hier zit nog een plasticje aan, zoals je kunt horen. Het folie zit op een plastic ondergrond geplakt. En daar knippen wij in. Dus ik ga even meten. Ongeveer. Hoe lang wil ik hem hebben? Nou, ik hou hem er even op. Dat is even gokken. Dan kan je hem het beste draaien voor jezelf. Dus dan doe ik dat hier ook even draaien. Waarom draai ik hem? Nu kan ik er een knipje in zetten. Ik draai hem mij ook mijn schaar even. Om. Zo, ik heb hier het. Ovaal, halfmoen voor. Zo. Het mag iets langer zijn, natuurlijk. Want deze gaan we nog wel ietsje op maat veilen. Maar als ik maar even ongeveer de lengte heb. Uh, ik, Sylvia zegt dat haar man al, al klaar zit om uh, mee te uh, roepen met... Uh, Screenshot. Misschien moeten we even een screenshot maken, Deborah, van de nagel zoals hij nu is. Want dit is dus wat ik al, een hele volle inleenagel zou vinden. Dus laten we maar even gaan. 3, 2, 1. Screenshot. Oké, okay, dus de basis, de basis. Als je dit basis kunt noemen. In, in theorie kun je dit basis noemen. Ik haal dit nog even weg hier zo. Die zitten nog wat los. Uh, Iris vraagt: als je nou geen FX-foil hebt, wat gebruik je er dan voor? Uh, dat wordt lastig. Je moet het met folie doen. Oké. Okay. Dus dat, is dat kan niet dan? Dan moet je kijken of je een andere holografische folie misschien in je neelartlade hebt liggen. Ja, het moet echt transparant zijn. Je kunt het niet met een uh, gewone folie. Zo. Nou, hoppatee. Die is af. En nou heb ik natuurlijk dat op maat geknipte nagelpetfolietje. als je het kunt zien. Nou, is het zo dat deze een. Uh, Zelfklevend is. Ja, een plaklig hebben. Ik wil eigenlijk zeggen, een beetje lastig van zo'n folietje af te halen zijn soms. Dus ik probeer hem even te buigen in de hoop dat hij wat vlotter gaat met handschoenen. Oh, kijk, daar komt hij al. Yes. Aletta zegt: zou het niet met de uh, unicorn-korn-chrooms kunnen? En, dan krijg je niet hetzelfde effect, hè? Nee. 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 Dit kan niet met uh, chroom. Ik had hem net en hij schoot weer terug. En als je bijvoorbeeld chrooms mixt met glass gel polish, dan nee. komt Gil mee. Nee. Nou, dit is een van de eerste keren dat ik moet zeggen: ja, het is echt essentieel om deze folie, de folie, te, folie hebben. te hebben. Nou, zit hier een plaklaag aan deze folie? Dat is hier. Je kan het, zie je, ziet, als ik dit doe, dan blijft het plakken. Die plaklaag, die moet eraf. Nou, daar heb ik wat op bedacht. Wij hebben natuurlijk prep en wipe. En wij hebben ook deze mooie nieuwwipes. Nou, dan maak ik mijn nieuwwipje helemaal nat met prep en wipe. En daar leg ik mijn folietje op. Want die lijm moet eraf. Ik laat hem er even op leggen. Ik dep hem een beetje nat. Even goed. Goed erop duwen. En als je dan zo meteen kan zien, het is even een werkje, maar als je er gewoon vijf tegelijk doet, of tien, of hè, hoeveel je er ook maakt, dan komt al die lijmlaag komt al eraf. Die veeg je er dan af. Je kunt het zien. Kun je het zien? Zo? Ja, hè? Hier zit nog de lijmlaag. En je ziet hem eraf komen. Ik zal die even opzij zetten, want die glimmert er tegemoet. Dus nou veeg ik dus de hele lijmlaag eraf. Ja, ik zit even in de comments te zetten, want iemand vraagt, waar kan ik die dan kan vinden? Ik zet even de artikelcodes van de verschillende uh, FX-foils ja. even in de comments. Want het zijn er vier, die heb ik nu gedaan. Voor jou Daisy Fong, die staan er dus nu in. En um, Cindy Haleboe, jij vraagt, en als je er nu een laagje Flex and Shine overheen legt en dan je unicorn inpoetst? Nee. Nou, alle antwoorden zijn nee. <laughs> nee. nee, sorry, gaat niet. En dat komt door de volgende reden, dat ga ik jullie nu laten zien. Ik heb natuurlijk nu de lijmlaag verwijderd en dat is niet voor niks. En dat moet omdat ik hem ga verkreukelen. En dat kun je niet voor elkaar krijgen met geen enkel poeder. Dus kijk maar even mee. Dit mooie, net schoongemaakte velletje waar geen lijmlaag meer aan zit, zelfs hout niet meer, die ga ik helemaal verfrommelen. Het is ook zo fijn met handschoenen altijd. Tot een klein, broezelig propje. Diezerig, propje. Het ziet er een beetje zo ras raar uit op het beeld, dat snap ik. Maar dit is het: dit kleine propje. Misschien nog wat meer, een beetje zo, een beetje. Lekker voor Lekker voor Ja, ik denk dat jullie, als jullie nou thuis geen FX-folie hebben, want Lisette, jij zegt ja, maar ik ga ze niet speciaal voor deze workshop aanschaffen, maar geen huiswerk maken dit keer. Kijk zelf wat je misschien kunt bedenken om het na te bootsen. Ik bedoel, misschien bedenk je wel iets wat, wat wij niet hebben kunnen bedenken. Want ik vind het altijd wel leuk als iedereen natuurlijk mee kan doen. Zeker. Uh, dus kijk dan gewoon. Het is niet dat het niet mag, hè? maar misschien hebben wij hem gewoon nog niet bedacht. Lisette, de optie waar me, die jij wel bedenkt. En het is natuurlijk zo dat als je dit wil maken, ja, dan, dan is het wel heel gaaf als je dit kan aanbieden natuurlijk, aan je mensen. En je hoeft er maar één te maken bij klanten bijvoorbeeld. Dat is super gaaf. Nou, ik heb natuurlijk die plaklaag... Nou, Daisy zegt voor <coughs> mij, uh, ik heb wel van die rolletjes doorzichtige holografische folie, maar dat is niet hetzelfde, neem ik aan. Die kun je dus wel gebruiken. Ja. Die kun je wel zeker. gebruiken. de ja. rolletjes doorzichtige holografische folie, absoluut. Ja, die kun je zeker gebruiken en verfrommel ze zo goed als je kunt en hoppata. En je ziet hoe mooi die doorzichtig is geworden, hè. die plaklaag is eraf en nu kan die op mijn plaklaag. Als ik die plaklaag had laten zitten en ik ga hem verfrommelen, dan mm -hmm. krijg ik hem niet meer uit elkaar. Dan ja. zit hij gewoon aan elkaar geplakt. En jammer. Dan kan je hem weggooien. Het scheurt, het gaat stuk. Ik leg hem er even gewoon op. Zo. Want het plaklaagje is alleen maar even om hem vast te houden. Nu heb ik hier het geëikte keukenfolie. Het huishoudfolie. Iedereen kent het wel. En wat doe ik aan de achterzijde, dit is voor speciaal voor als je het doet op een klant. Die maak ik wat dikker. Want waarom? Je wil versteviging bij de nagelrim hebben. Om hem daar goed de Oké, okay, dus je vouwt hem dubbel. Ja, ik vouw hem dubbel. Je kan ermee spelen, Hij verschuift nu iets, maar ik deel hem er even op. Zo, omdat ik ook nog in beeld wil blijven. Zo. Hoppa, ik trek hem er nu dus echt omheen. Zoals je kan zien. Ja, kunnen we dat van Sideshot ook zien, Gil? Ja, je trekt hem er echt omheen. Ik trek omheen. hem er echt strak omheen. Strak. En als je ziet hier ja, aan de achterkant, daar heeft hij hem ook helemaal omheen gevouwen omdat ik die rand dubbel heb gemaakt. Dus dan sluit hij goed aan bij de nagelrim als je dat op je eigen hand of bij een klant of maakt niet uit. Doet. Dan zit hij goed vast. Nu hou je hem vast en dan gaan we hem flash curen. Want dat is heel belangrijk: je kunt hem niet loslaten. Dus flashen. En dat was dus een nieuw aangebrachte rubberbees? Een nieuw laagje rubberbees. Oké, okay, een nieuw ja. laagje rubberbees over alle inlay, Yes. En in de natte rubberbees plak je nu die folie vast. Dat klopt. Oké, okay, en doordat je die huishoudfolie eroverheen doet, gaat het niet uitstaan? Nee, dan blijft hij helemaal uit. op zijn plek. Nou, ik kan hem zelfs loslaten, want hij gaat nergens meer naartoe. Mag dat, ja. Yes, it was uncured rubber base that she used as a layer underneath the FX foil. Nou, ik haal hem eraf en daar ligt hij. Jeetje. En misschien even van boven ook kijken. Dan zie je hoe die cool. blinkt. Bling, blink, blink, blink. Nou, heb ik hier een klein beetje over. Nou kun je zeggen, ik knip er een beetje van af. Dat is geen probleem, want dat kan. Kijk maar, ik kan mijn schaartje er nog tussen zetten. Ik kan een beetje wegknippen. Want het gaat er niet meer af, want het zit gewoon vast door de rubberbees. Als je maar zorgt dat die laag dun genoeg is, want je hebt niet veel nodig, alleen maar hechting. Zo, dus dat is het en het is eraf. Dus nu zit mijn inlee onder een laag. En nu hebben we een underlee. Dus heel mijn inle is verstopt onder een laag folie. Dus de inle is worden. geworden, want nu is de folie mijn inleeg geworden. Ja, het sprankelt zoveel, dat zeg ik, Gil, maar ik zie ook in de comments mensen zeggen: wauw, geweldig, wat een geweldig effect, zo gaaf. <coughs> Uitdagend ook, maar het is echt. Ja. Je, het is oogverblindend. Ja, cool hè. Nou, nu willen we natuurlijk dit verzegelen, want dit zit natuurlijk zo vast als een huis. Maar als je, dit kun je niet zo dragen, want dat zou beschadigen. Nou, pakken we een beetje bont. Want de oppervlakte is glad. Dus je hebt een hecht laag nodig. Daar gaat wat bont overheen. Wees niet bang, je glans die blijft. Een beetje bont. Ja, en wat ik zeg, rubber is mijn vriend. Want ook hier gaat wederom een dun. Echt, het zijn allemaal dunne plaklaagjes. Het is alleen maar even. Aanbrengen, dus je hebt plak. nu eerst bond aangebracht ja. om de rubberbeest te kunnen laten hechten aan het plastic van de fx folie yes oké okay. en deze laat ik even een minuutje uitharden in de lamp want hier overheen komt een kleerlaag power gel of een builder gel dat moet je zelf weten natuurlijk dat kan zolang het maar een heldere gel is dus deze ga ik even een minuutje in de lamp doen nou ja, Maggie zegt ook, hoe bedenk je het toch? Geweldig, wat een cool effect, zegt Anja Verret. Uh, Mandy zegt, laat ik nou toch de roze folie hebben, alleen hopen dat mijn hand snel geneest na de operatie van vorige week. Gaat het een beetje goed, Mandy? Zit daar wel vo vooruitgang in? Laat even weten in de comments. Het uh, wou het spat van het scherm af. Nu al geweldig, zegt Iris. Uh, Anna Robijn zegt, wel een hele aparte en mooie techniek. Ja, het is echt, dat heb je toch nog nooit gezien. Uh, Daisy zegt ook, underlay, geweldig. Zo gaaf. Um, heel apart, Deborah zegt Gerry. Nou, normaal gesproken vind ik heel apart niet altijd het allerbeste compliment, maar dit is heel apart en heel ja gaaf. Je weet toch gewoon als je straks klaar niet meer waar je naar aan het kijken bent. Dat is gewoon een, een soort alsof je in een soort kaleidoscoop. Kennen jullie dat van vroeger zo'n kaleidoscoop waar je dan in moest kijken dat je allemaal van die verschillende bewegingen en figuren ziet? Het lijkt me een kaleidoscoop. Uh, Cindy is natuurlijk de rubberbase queen, dus die vindt het toch, die zegt ook rubberbase is magisch. Eddie zegt zo gaaf. Uh, Daisy event Mandy heel veel sterkte. Apart gaaf klinkt beter, hè? Ja, Gerry, ja, ja dat klopt. <laughs> ja, apart gaaf, ja. Um, just awesome, Deborah, zegt Magda. Dus uh, ik, ik vind het eigenlijk wel heel, heel, ja, een kaleidoscoop. Ja, Cheryl weet waar ik het over heb. Ja, ik vond het als kind altijd betoveren. Dan kijk je daarin en dan was dat gewoon... Het, misschien had ik toen al moeten bedenken. Ik hou net iets te veel van glitters. Voor een jongetje van zeven jaar. Ja, misschien, misschien was dat een momentje. Maggie zegt dat het bij haar 2,5 week pijn deed. Maar je blijft het wel voelen. Welke had jij laten doen, Mandy? Vraag ze over die operatie voor die triggerfinger. Die natuurlijk Mandy vorige week heeft laten doen. Um, en Anja zegt. Bij Deborah is alles apart op een goede manier. Dat is absoluut waar, ja. Soms kijk je dan en denk je bij jezelf: ah. Hoe bedenk je het nou om die plaklaag van die folie af te halen? Maar ja, het is wel logisch. Als je dat gaat verkruimen, dan blijft er niet zoveel over. Um, oh, Mandy zegt: Jazeker, Pepijn. De vinger kan weer soepel en zonder haperen bewegen. Heb wel veel last van de wond. Volgende week, maandag, gaan de hechtingen eruit. Nou, dat is wel fijn dat die, dat die vinger weer soepel en zonder haperen kan bewegen. Dat is wel dat is super. En Ellen zegt: Pepijn, je kunt nooit te veel van glitter houden. Nee. When in doubt, add glitter, zou ik maar zeggen. Dat wordt weer een hele trucendoos met glitter shells en foils opentrekken, zegt Karin. En het zou ook gaaf zijn met aquacolors op het gemma. Ja, ik, ik, die snap ik wel, ja. Ja, leuk. En we gaan terug, want we moeten natuurlijk dat nagelbed afmaken. Yes, nou hij is uit de lam, de rubberbeest is uitgehard, maar heeft nog steeds de plaklaag. Ook hier essentieel, behoud je plaklaag. Hier overheen komt de pauwejouw. En waarom heb ik nu over de folie bond en uh, rubber base aangebracht. De folie is natuurlijk glad. Als ik hier rechtstreeks mijn power gel opzet, heb je kans dat die twee lagen loskomen van elkaar. Dus je hebt een extra hechting ertussen nodig. En met de uh, bond en de rubber base zorg je ervoor dat ze zo goed in elkaar hechten, dat het ook echt niet loslaat. Dus je kunt er uh, gewoon een hele set, vier weken, vijf weken, het maakt niet uit, het gaat er niet meer af. Dus het blijft perfect zitten door die sterke hechting. Dus vandaar. Dus we gaan nu verder opbouwen met de power gel clear. Dus kijk maar mee. Nou, hij schittert je wel een beetje tegemoet. <laughs> ik leg er weer wat Power Gel op. En die laat ik even twee tellen met rust, want dan wordt hij heel mooi transparant. Nou, je kunt hem al zien, hij komt er al mooi doorheen. Zou ik uh, mijn Power Gel echt best wel heel snel aanbrengen, wordt hij toch minder transparant. Nou, heel langzaam ga ik hem verdelen. En ik ga het zo meteen vragen aan Gil of hij de zijkant laten zien kan. Want hij blijft gewoon slank. Als ik hem aangebracht heb. Zo. En het is niet zo heel, heel erg spannend dat je de zijkanten helemaal bedekt. Want dat wordt nog helemaal ingepakt. Dus nou, zoals je kunt zien, is die hier gewoon vrij. Hier ligt een randje folie, maar dit wordt geveild en daar heb je geen last van. Je power gel ligt gewoon op de goede plek. Oké, okay. nou heb je hem helemaal aangebracht, mag je deze anderhalve minuut uitharden in de lamp. Je hebt wel even natuurlijk wat uithardmomenten, maar dat is logisch. En normaal zeg je, ik doe dat gewoon in één keer met vijf tegelijk. Dus ik ben klaar met deze laag en ik ga hem even uitharden. Dus we zijn er zo weer terug met de volgende stap? Yeah, ja, ik ben even iets aan het beantwoorden... in een distributeursgroep voor ons. Mm -hmm. Dus dat ben ik nu... Um, that always can be interpreted. even aan het doen. Ja, maar dat is zo gedaan hoor. Ja, Want ik ben er, er nu alweer. Want ik was natuurlijk ook aan het kijken hoe mooi slank die nagel blijft. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk als het gaat over dit soort dingen. Ik ga ook even kijken bij jullie of jullie nog andere dingen zeggen. Nou, Chrisje Ma zegt, dat kan ze toch ons, Deborah. Hè? De meest coole dingen bedenken. Knap. Ja, zo bijzonder dat we er natuurlijk ook huiswerk voor hebben. En wat is dat huiswerk ook alweer? Nou, dat is best simpel dit keer. Maak vijf designs, of tenminste simpel. Het is best uitdagend, maar door zijn. Nouveau tijd is het wel heel leuk om te doen. Maak vijf designs waarvan drie de underlay hebben op het nagelbed en twee de underlay hebben op de vrije rand van de nagel. En speel hierin met verschillende kleuren met uitzondering van het witte element die straks de nagels helemaal afmaakt. Je hebt daar twee weken de tijd voor, dat wil zeggen tot en met 23 oktober om je huiswerk in te sturen. Doe dat dan die je, via de link die je kunt vinden in het album Underlay. Zijn er verbeterpunten? Wordt er contact met je opgenomen door Jessica en vergeet niet je step-by-step-fotos en één eindresultaat van al je tips bij elkaar in te sturen als deel van je huiswerk. Heb je dat gedaan, krijg je natuurlijk jouw e-certificaat, maar je maakt ook kans op een hele erg mooie prijs, namelijk deze de Flash Cure Inlay Shells Glass Gel Polish Flakes. En twee fx foils, gewoon om het af te maken. Dus heb je die nou nog niet? Bedenk een creatieve manier om toch aan het huiswerk deel te nemen, en dan win je daarna de fx foils om toch een aantal van dit soort voorbeelden te laten zien aan jouw klanten. Wie weet is er wel iemand die zegt: Nou, dat wil ik met de feestdagen op mijn nagels. Misschien op één, misschien op twee, misschien op allemaal. Ja, ik zou er meteen helemaal voor gaan natuurlijk. De maand oktober hebben we natuurlijk meer leuke e-workshops. We hebben volgende week Magda. Magda komt naar Nederland voor haar bootcamp, nail art Bootcamp, maar ook voor de trainende trainer. En op maandag 16 oktober gaat zij samen live om 3D designs te maken, 3D designs die mooi passen bij het herfstgetijde, oftewel het seizoen waar we nu in zitten, wordt ontzettend leuk. Een week later komen Michelle en Aletta naar ons toe, samen met Chiril en gaan wij praten over het meedoen aan wedstrijden, het beoordelen van wedstrijden, het jureren van wedstrijden en het deelnemen aan het Magnetic wedstrijdteam. Hoe dat allemaal precies in elkaar zit, verklappen we allemaal dan, ook de twee data die wij beschikbaar hebben, waarin je daar in kennis kunt maken. En we sluiten de maand oktober af. Met Chiril en zij neemt ons mee in Crystal Mania. Oftewel nail art met kristallen. Helemaal geschikt voor de feestdagen. En zoals jullie weten op zijn Chiriel, Dus dat is net weer anders dan wat we gewend zijn. De maand oktober zijn natuurlijk de hygienic pijlen in de aanbieding. 20% op het hele assortiment. Dus ken je ze nog niet, ga ze testen. Ken je ze wel, vul je voorraden aan. Wordt echt een, het is echt een hele leuke maand. Ik ga zo direct nog wat meer vertellen over het event. Misschien dat we nu even naar Deborah kunnen gaan om even te kijken wat, welke stap er nu volgt. Yes, nou hij is helemaal uitgehard En ik haal nu voor de allereerste keer de plaklaag eraf. Dus dat is bovenzijde van het nagelbed. Dat doe ik met prep en wipe. En zo. En nu is het effect weer heel anders. Als je hem zo ziet. En belangrijk wat we nu gaan doen: we gaan hem natuurlijk veilen. Want we willen een zo strak mogelijk muurtje hebben. Dit is wat hard. Dit is wat hard. Dus het folie wat re resterend overblijft, dat gaan we er nu afveilen. Om een mooie strakke voorkant aan te gaan brengen. En we willen natuurlijk een hele vette French maken. Dus belangrijk dat je een nieuwe vel hiervoor pakt. En voorzichtig in het begin met het wegveilen van het folie. En op deze manier gaan <kugt> we een hele strakke muur erin veilen. Nou, je ziet hem al komen. Hoe gaaf dat wordt. Nou, hij is nog steeds niet hoog. Nee, nee, dat valt inderdaad reuze mee. Vooral als je de rekening houdt dat de stiletto-tips sowieso een hoge achterliggende bolling ja, hebben. Ja, een bolling, ja, klopt. Dus nou, ik ga hem even voorzichtig helemaal afveilen. En. Als ik wel dit laat zien, even van de zijkant. Ik ga even twee tellen, wil ik wat laten zien. Ik haal hem er even af. Die uh, plaklaag heeft natuurlijk in de lamp gezeten, dus dan wordt je altijd een beetje smeuig. die, uh, die post-it buddies. Dus dan wordt het altijd wat zachter en is het lastig eraf halen. Maar ik wil even laten zien dat als ik mijn velder er recht tegenaan zet, echt recht, recht. Dan krijg je zo'n hele strakke smiley. En als ik hem dan van op de zijkant laat zien aan jullie... Dan is hij al relatief recht. En dan wil ik hem alleen nog even echt recht maken. Door hem iets op te veilen aan de zijkanten. Waardoor je echt dat mooie muurtje krijgt. Bovenop is het nog niet heel belangrijk. Maar wil je hem goed bekijken. Dan kan dat natuurlijk. Je, je wil echt gedaan. een haakse hoek krijgen. Juist. Nou, dat zie je, je ziet hem al erin komen hier. Dus als ik mijn hand er even boven hou. Dan hebben we wat schaduw. Dan komt hij er al mooi in. Zo. Nou, dit ga ik eventjes helemaal rondom doen. En dan ben ik zo terug voor het volgende onderdeel. Ja, nou, dan neem ik even de tijd om jullie even natuurlijk wat meer te vertellen over het. Ik heb het gevoel dat ik een beetje kraak. Ik weet niet of dat zo is. Maar dat ga ik even kijken of ik misschien mijn kabeltje wat anders kan. Ja, ik heb een kabeltje. Ik ben een half kabeltje. Ik zal hem eventjes een beetje hier naartoe doen. Want dat vind ik heel irritant. Dan hoor ik mezelf heel lichtjes kraken. En dan denk ik: oh jee, als ik graag me niet helemaal wegval. Want ik wil het even met jullie hebben over het. Event. Dat is het. Weet je wat? Zo. Dit is een zender. Zo ziet dat eruit. Ja. Ik leg hem hier neer. Dan kan ik niet storen. Hoop ik. Ik wil het hebben met jullie over het Neal Talk Live event. Want de registraties gaan super goed. We hebben al. Heel veel mensen die hebben geregistreerd, ook met introducteest die ze meenemen, vriendinnen die ze meenemen, maar het is wel heel belangrijk dat je, als je nog niet hebt geregistreerd, dat je dat alvast gaat doen, want daarmee reserveer je jouw plek in de workshop van jouw keuze. En het gaat best wel snel dit keer. Er zijn een aantal workshops die zijn al vol, maar soms is er toch iemand die dan weer net eventjes niet kan komen, die meldt zich dan, dan komt er weer een plekje vrij in zo'n workshop. Maar ga nou gewoon naar onze website toe, magneticneildesign.nl Kom en kies dan het stukje events. En daar vind je alles over het Neil Talk Live-event op 18 en 19 november aanstaande. Nou, het Neil Talk Live-event, dit wordt natuurlijk de vijfde keer dat we dit organiseren in het Contact der Continenten. Voor mij echt een ja, een moment in het jaar waar ik ontzettend naar uitleef. Zo heb ik twee momenten in het jaar waar ik ontzettend naar uitkijk. En dit keer wordt het nog leuker, want we hebben heel veel nieuwe producten die we gaan lanceren. Waar je ook mee kunt gaan werken in de e-workshops. We hebben het achter de schermen allemaal wat beter georganiseerd. Zodat het voor jou als bezoeker nog prettiger is. We hebben heel mooi gevulde goodie bags. Daar gaan echt hele bijzondere dingen in. Dingen die niet eens te koop zijn. Maar ook dingen die wel te koop zijn. Maar waar jij dan toch de eerste van bent die het hebt. Dus. Kortom, het wordt echt weer één groot nagelfeest. En toen zei ik tegen Gil, Gil, we moeten eigenlijk, we doen altijd een nabeschouwing over het Neil Talk Live event, maar kunnen we niet eens een keer een soort voorbeschouwing maken? En toen zei Gil, ja hoor, dat kan ik. En nou, een dag later hadden we een voorbeschouwing en die wil ik graag aan jullie laten zien. Dus heb jij de datum al genoteerd, het Nail Talk Live event, 18 en 19 november. Nou, zo niet, kijk mee, zo wel, kijk mee en heb wat voorpret. Krijgt er toch helemaal weer zin in. We gaan deze natuurlijk morgen ook op, op Facebook zetten en op de socials. Ik zag een vraag van um, Angela Hagen geloof ik. Ik moet even, waar is hij nou? Angela, haar. Oh, hier. Het is niet meer vrij inlopen op, op het event. Nou, Angela, het is het allerbeste als je van tevoren registreert. Want dan zorgen we er onder andere voor dat de klaar klaarstaan. En dat zijn echt heel mooi gevulde goodiebags. Want die maken we natuurlijk in een aantal honderden klaar. En die moeten we natuurlijk wel op nog hebben als je komt. Dus voor je goodiebag is het heel belangrijk. En voor de workshop is het heel erg fijn. Omdat je gewoon zeker weet dat je een plekje hebt in de workshop van jouw keuze. De Afgelopen keer werd het zo druk op een gegeven moment. dat We moeten dat echt wat beter managen. Dus je kunt je gewoon aangeven: dan hebben wij ook alle producten klaarstaan. Je hoeft alleen maar je penselen mee te nemen. Maar alle producten hebben we ook helemaal al in paletboxen klaarstaan voor iedereen tijdens de workshops. Dat het super makkelijk is om mee te doen. Maar daarvoor is het dus wel echt heel handig dat je registreert. Je kunt natuurlijk wel gewoon naar het event komen in het Contact der Continenten. Voor bijvoorbeeld cursusinformatie. Bij Miranda, bij Linda, bij Krisje, Of of om bijvoorbeeld te shoppen in de winkel. Want we nemen onze Magnetic Pop-up Store mee. Die staat natuurlijk beneden in die grote zaal. Daar kun je lekker de nieuwe producten aanschaffen. Maar ook bekijken bij Mirjam Zwart. Want die demonstreert in de winkel. We hebben natuurlijk kortingen op het hele assortiment. En je kunt lekker je voorraden instaan op tijd voor de feestdagen. Naast Mirjam Zwart die alle nieuwe producten uh, presenteert en daarmee werkt aan haar demotafel. Kun je ook een demo-nagel krijgen van Syriza... Want die staat ook in de winkel aan de demotafel. Chiril staat bij Seduction met alle seduction producten. Maar ook om je zakelijk advies te geven. Dan hebben we natuurlijk ook nog Silvana met de blusjes en de flesjes. Dus er ook daar kun je even gaan kijken. Wat gebeurt er nou allemaal gebeurt. En dan hebben we nog een demotafel. Ach, en natuurlijk Michelle, dankjewel, Gil. Die jongen weet meer dan ik. Michelle heeft er namelijk ook om te laten zien. Hoe je een wedstrijd ja, onderdeel moet maken. Dus ze neemt je mee in hoe bedenk je zoiets, hoe, voor, hoe bereid je zoiets voor en hoe maak je dat nou allemaal. Kortom, het hele weekend zijn we natuurlijk daar druk mee. We zijn ook online, kun je natuurlijk shoppen. Als je puur en alleen boodschappen wil doen, dan is dat ook mogelijk. Bij ons, maar ook bij onze distributeurs. Maar het weekend van 18 en 19 september, je ziet het hier nog eventjes. 18 en 19 november, ik zeg september, november natuurlijk. Het ook Live event, gratis koffie, thee, gratis entree, gratis parkeren. Een weekend vol kostbare, onbetaalbare inspiratie, veel demonstraties. Dus... Ik zou zeggen, kom gezellig langs. Soesterberg, het Contact der continent, het midden van Nederland. Makkelijk bereikbaar, ook met het OV. En ik vind het altijd echt zo ontzettend leuk om iedereen te zien en even kort met jullie te spreken. Want ja, ik ken jullie natuurlijk via de comments. Ik ken jullie uh, van Open Huizen, sommige, sommige van evenementen. Maar juist op dat soort events heb je even de tijd om met elkaar te kletsen over wat we allemaal zo leuk vinden. En dat is toch echt ons vak. Ik ben nog steeds iedere dag dat ik nagelstylist ben. Dankbaar dat ik ooit dit heb, uh, ben gaan doen. En ik had nooit verwacht dat het zou leiden waartoe het heeft geleid. Maar ik vind het nog steeds echt heel bijzonder en een heel bijzonder vakgebied met mensen. En de enige mensen die snappen hoe bijzonder het eigenlijk is, dat zijn jullie, mijn collega's. Jullie thuis, mijn collega's binnen Magnetic Nail Design, natuurlijk, Jaap en mee. Dat zijn de mensen die, net als ik, snappen hoe ontzettend cool en leuk en bevredigend ons vak is. Ons vak is. Um, nou, Brenda de Zeeuw zegt: Wordt weer een enorme schoonmaakbeurt. Als je klaar bent met deze opdracht. Of ben ik de enige met een puinhoop nadien? <laughs> Dat is wel heel grappig, ja. Oh, Jaap kijkt ook. Hallo, Jaap in Frankrijk. Uh, uh, even kijken, je bent niet alleen. We zijn één grote Nagelfamilie, zegt Karin tegen Anja, want dit wordt de eerste keer alleen op het event. Maar goed. We zijn één grote magnetic familie die samen zijn. Uh, Iris, jouw man is jaar geeft een feestje. Dus dat is helaas, ja, ja, soms is het keuzes maken. Ik vind het toch altijd mooi om te zien hoeveel, met hoeveel passie en toewijding jullie dit maken. Niet alleen de show, maar ook het event. Ja, eigenlijk iedere dag doen we op die manier. Therese zegt ook dat ze heel veel zin heeft. Chrisje vindt het filmpje van jou, Gillian, echt prachtig. Je bent er nooit alleen, zegt Anja van Es. Kom een nagel bij je halen, Syriza, zegt Daisy. Uh, Sariza zegt, ja, gezellig. Cindy zegt, heerlijk weer, één met elkaar, passie delen. Geweldig, het event, één grote nafamilie. En je leert er ook nog eens heel veel van, zegt Maggie. Uh, Aletta is het er ook mee eens. eens. Uh, Anna, jij zegt dat je dat weekend in de buurt bent met mijn dochter. Weekendje Comic Con Utrecht. Kom samen met haar zaterdag langs. Had ons al geregistreerd. Uh, zo leuk, samen met mijn jongste. Nou, hartstikke gezellig. Leuk. Oh ja, Gil moet de Comic Con missen vanwege het weekend. Uh, Daisy zegt tegen May... Ik dank mee. die heeft mij geïnspireerd 28 jaar geleden... en altijd die passie gehouden. Dank je wel, lieve mee. Nou, ik, ik geef het door. Ik maak even een screenshotje. En ik zorg ervoor dat ik dat doorzet. Even kijken. Uh, Donja zegt, ik kom nadat de winkel gesloten is... ook even buurten voor bij mijn nagelvrienden, ook oh, gezellig. Aletta zegt, Comic Con, kom, kom je dan naar het event verkleed? Dus ja, nou... Wij hebben er allemaal heel veel zin in. Jullie hebben er ook heel veel zin in. Spread the message. Hè? Ken je nou nagelvriendinnen die ook in het vak zitten? Die nog niet naar het event zijn geweest, of misschien de show zelfs wel niet kennen? Nou, deel het. Ik bedoel, wij hebben niet altijd de tijd om tegen alles en iedereen maar te vertellen wat we allemaal doen. Misschien kunnen jullie daarbij helpen om iedereen te laten weten hoe leuk dat event is en hoe ook vrijblijvend dat event is. Want je kunt gewoon kennis maken met het vak, kennis maken met Macnette, kennis maken met ons allemaal, zonder dat we daar een tegenprestatie van voorvragen. Natuurlijk, als je wilt blijven overnachten, zul je wel een kamer moeten boeken. Maar dat is een deal die je maakt met het Contacte Continenten. En op de zaterdagavond, voor de mensen die blijven slapen, hebben we een heel bijzonder avondprogramma. Daarover later meer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we even teruggaan naar die nagel. Die nagel is nu gevuild die nagel is dus klaar voor iets. Ja. Het nagelbed is inderdaad klaar voor de rest. En wat is nu belangrijk? Om ons muurtje natuurlijk een kleurtje te geven. En deze kleurtjes heb ik al klaargelegd op mijn paletje. Dus kijk maar even mee. Dat zijn de kleuren blauw en groene glasdial. En waarom die twee? De groene vond ik alleen ietsje te licht. En dan is het weinig contrasterend. Dus ik doe dat een beetje met blauw erbij. En dan pak ik een tikje van beide op. En daarmee ga ik met mijn Pepijn's Choice natuurlijk een mooie lang penseel mijn muur inschilderen. En welke kleur gebruik je nou? Want ik was even naar, naar de comments aan het Groen kijken. Groen en blauwe glasgel. Groen en blauw door elkaar heen gemengd. Ja, en even kijken, is die scherp? Yes. En als je kunt zien, is die ook niet echt helemaal blauw. Het is echt een mix, dus het wordt een beetje turquoiseachtig. Ja, mooi. Het komt dan ook weer mooi terug door alle inlee en door het mooie effect, voor je wat er overheen legt. Zo. Uh, charity, jij bent nu online en jij zegt: Ik heb computerles nodig bij Morel, het is nog niet gelukt. Nou, Charity, ik heb het nog nooit hoeven doen mijn huiswerk insturen via de link, want ik, ik, ik heb nog nooit aan mijn eigen huiswerk meegedaan. Maar zoals ik al heb uh, beloofd, ik zal Katri vragen om morgen even contact met je te maken via de Via Messenger om je daarbij te helpen. Je hebt ook nog tijd, je bent nog mooi op tijd. Dus dan kan zij je daarbij helpen. Ik ben bang dat ik ook niet heel erg computertechnisch ben. Hmm. Oh, een beetje extra. Zou dit ook kunnen met glass gel polish turquoise? Ja, speel ermee, wat je leuk vindt. Je mag alles doen wat je leuk vindt met de glazen gel. Ellen Landa zegt altijd als ik Deborah zie moet ik weer denken aan die blooper met al die kleuren pigment. Wat heb ik gelachen? Nou <laughs> Ellen, dat is ook mijn favoriete blooper aller tijden van Neil Talk Live. Dat met dat stampen en dan nog meer pigmenten, nog meer pigmenten, nog meer. Ik heb helemaal over de grond gerold. Terwijl ik zelf die opname heb gedaan met Deborah. Alleen valt het je niet zo op dat het zo heftig is en zoveel als je, als je er heel serieus naar aan het kijken bent. Het was echt heel leuk, hè, de boer. Het was ja. echt leuk, want je had toen neonpigmenten gemengd met, met, met glitter, en dat ja. werd een hele andere glitter. <sieaf> ja, ja, ja. Ik, kwam, ik, ik heb hem gelijk even in de lamp gedaan. Maar ik ook. Ik kwam niet meer bij. Ik zeg nog tegen bij ik was dat, datzelfde dingetje een beetje aan het uitstappen. Ik zeg bij, het is wel een beetje rommelig. Nou ja, op dat moment. En volgens mij was Gilda ook nog bij, en die kwam ook al niet meer bij. Hij is echt een beetje. Nou ja, op dat moment kwamen natuurlijk op een gegeven moment allemaal niet meer bij. Maar dan zie je hem terug in de bloepers, en dan is het nog erger. Dan het moment dat je er eigenlijk live bij bent. Het is echt was. Maar ja, goed. Aan de andere kant was het ook wel zo leuk dat het eigenlijk nu. Hij blijft hangen. Want het is al drie, vier jaar geleden of zo. Zoiets. zoiets, ja. ja Zeker. Dat blijft al hangen. Dat was gewoon super tof. Nou ja, anyway. Mijn uh, laagje glasgel is uitgehard. Zoals jullie kunnen zien. En daartegenaan, nou, we hadden het er al even over natuurlijk. Komt de witte Powergel. Want dat contrast is natuurlijk super tof. Even een spateltje pakken. En daar ben je. Nou, het is een uh, vrij groot deel natuurlijk. Ik zou zelfs voor de zekerheid, want ook op de tip kan op den duur wel eens je, je design loskomen. Dus doe even wat hechtmiddel, een beetje bond. Hoeft geen rubber base nu. Maar even om dat extra te laten hechten. Ik pak een flinke dot op hoor, want ik moet even natuurlijk de hele nagel pakken. Aanbrengen. Richting die hoek. een Beetje richting die hoek en naar de voorkant. Nou, ik kan dit beetje er ook nog wel bij smeren. Zo eh, hoppatee. Nou, ik pak mijn pet heel op, bij. Want nu ga ik er natuurlijk even uh, zo ja. deze langzaam omhoog duwen richting de. Gil. er wordt gevraagd in de comments uh, welk seizoen die blooper was met Deborah. Was dat uh, seizoen vier of vijf? Goeie vraag. Gil gaat even kijken, maar ik denk dat het seizoen vier of vijf was, zowel tegen Cindy als Krisje. Ja, dat was. Uh, ik, anders moeten we morgen misschien even posten in ook Live of zo. Ja, maar moet jij hem even opzoeken. Uh, Gemma vraagt hoeveel zou je nou vragen voor zo'n nagel, voor zo'n juweel. Dat is wel natuurlijk lichtelijk afhankelijk van de lengte. Maar ik zou wel op een, een tientje gaan zitten, vanaf. Kijk, zo'n lage lengte maak je natuurlijk niet zo vaak, maar stel, dat is wel wat duurder. Maar je moet een beetje kijken, de, de tijd, op een gegeven moment krijg je er wel wat meer behendigheid in. Um, maar je moet echt even zorgen, er gaat natuurlijk zoveel in, dat mag best wel tegenover staan. Oh, nou, ik zou er zo 200 euro voor betalen. Voor één nagel? Nee, voor tien. Oh, nee, natuurlijk. Onderhaal, onderhaal, onderhaal. Maar het is meer, doe je hem los, dan is dat, uh, mag dat wel gewoon even zo... Bij een korte nagel. Maar anders uh, ga je gewoon echt omhoog naar 15 of misschien wel hoger. Dus Daisy vraagt, in. dus de enige must is dat alle vijfde nagels de Power Gel White gebruikt wordt, zowel op het nagelbed twee keer uh -huh. als drie keer op de verlenging. Dat klopt, Daisy. Ja, helemaal. Om dat contrast te benadrukken. Nou, het wit zit er heel, heel helemaal cool. tegenaan. Super cool. Dat is natuurlijk nu al helemaal tof. Nou, deze ga ik even goed, 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 goed uitharden. Want dat is belangrijk. Dus ja, zeker anderhalve minuut. En daarna kom ik terug. Maar dan ga ik hem veilen. En na het veilen is het natuurlijk het moment suprême. Want dan komt er al... Nou, je ziet het natuurlijk al een beetje. Maar ik wil ook niet te veel met mijn penseel over het nagelbed heen gaan. Want dan gaat er te veel alweer tevoorschijn komen. Dus deze gaat de lamp in. En daarna gaan we hem veilen. Uh, ik hoor in mijn oor van Gil, en dat is mm. heel lief, want hij heeft de link al doorgestuurd. Alleen die kan ik niet in de comments zetten, want dan kun je daar niet op doorklikken. Dus die zetten we wel in de groep. Maar in de bloopervideo van seizoen 2 tot en met 7, dat is een lange bloopervideo. Want op een gegeven moment heb ik aan Gil gevraagd, kun je niet eens dus al die bloopers bij elkaar zetten? Want dan kan ik, lig ik helemaal in een deuk een uur lang. Nou, het is dus een video, de bloopervideo van seizoen 2 tot en met 7. En op minuut 31.39 zit het stukje waaraan wij nu refereren. Dus daar kun je makkelijk in terugzoeken. Dus de Blooper Reel, ook makkelijk op YouTube te vinden. De Blooper Reel, seizoen 2 tot en met 7 op minuut 31.39. Dat is specifiek, hè. Maar we hm. kijken wel of we morgen even in de groep kunnen zetten. Gewoon voor de grap. Um, even kijken, want ik zie dat... Uh... Ja, dat, die vraag had ik gehad. Kijk eens hoe mooi ze Power Gel neerlegt. Nog niet geveld, Ja, helemaal mee eens, Chrisje. Lisette zegt, stel Deborah, je doet deze set bij jezelf. Alle tien. Hoe lang zul je daarmee bezig zijn? Ja, nou, ik ben benieuwd wat Deborah daarop zegt. Ik heb er wel een idee over. Ja. <laughs> Nou, ik heb hem al bij mezelf gezet, weliswaar met een modern almond shape natuurlijk. Dus dat duurt wel wat langer. Maar je bent er wel een uurtje of, nou, vijf, zes mee bezig. Met French, met afwerking, met de smiley lijnen, uh, eigenlijk alles. Dus het is het totaal. En meestal doe ik dan ook nog wel een kleine pauze erin. En ik heb lengte. Dus ga je naar kortere lengtes, dan zal het, zal het misschien een uurtje of drie zijn ongeveer. Ben je een beetje uh, vlotte nagels, dan moet dat wel lukken. En als je echt langer gaat, ja, dan duurt het langer. Maar ik zeg altijd, ik doe dat nooit in één dag. Want ik vind het heerlijk om bij mezelf lekker elke avond gewoon iets te rommelen. Dus ik doe er gewoon soms een hele week over, maar met elke dag één of twee nagels. Dus kijk een beetje, maar het kan absoluut in een paar uur op één dag. Dus het kan echt. Het kan, het is leuk. Maar Deze, bij, je ja. moeilijke, sorry, Pepijn, bij je moeilijke hand, dus bij je verkeerde hand, duurt het ietsje langer. Dus ja. Succes? Ik deed vroeger op mijn eigen nagels en dat was dan een verlengd nagelbed en een inlay op de vrije top. Een hele dag en had ik tien stiletto-nagels, zo lang. Dus het, uh, maar het was wel met acryl. Dus dan gaat dat ook weer wat sneller. Uh, Daisy Vonk, jij vraagt, moet je de shells gebruiken, andere dingetjes erin verwerken? Mag dat ook? Ja, zeker mag dat. Verras ons. Gerry zegt, het is toch wel een beetje gek. Het lijkt nu meer geelgroen, terwijl het zojuist blauwgroen was. Dat komt omdat die mat is, die nagel. En daardoor gaat het licht wat erin schijnt niet meer op dezelfde manier breken. Dus straks zie je hoe die is als hij dan weer gaat glanzen. Heel lang, zegt Gemma. Mag je in plaats van wit ook een zwart gebruiken uh, in, op de vrije top, vraagt Neil Linda. Nee, hou het maar bij wit. Je mag er dadelijk wel mee spelen en daar laat ik ook wat voorbeelden van zien. Maar wit geeft gewoon een mooier effect. Dus hou het gewoon bij wit en daar een klein beetje twist aan brengen. Maar dat laat ik op het einde eventjes zien aan jullie. Dus liever, gewoon, nee, liever het wordt gewoon wit, maar je mag er wel natuurlijk kleuren in verwerken. Dus misschien is dat een beetje een hint, en duidelijkheid. Er zijn best veel mensen die zeggen... oh, ik zou er vier dagen over doen, twintig dagen over doen, vijftien uur over doen. Um, het, ik denk dat het belangrijk is bij dit soort dingen... is dat je... je eigenaars kosten natuurlijk altijd wat meer tijd... maar zijn wel je beste canvas om te laten zien aan de wereld wat je kunt. Dus neem er die tijd voor. Ik begon altijd met mijn verkeerde hand... waardoor mijn makkelijke hand dan altijd ook wel heel veel makkelijker was... Dat neemt niet weg dat mijn verkeerde hand altijd mooier werd dan mijn makkelijke hand. Ja, jij, jij, ik zie ja, jou knikken. Precies, precies hetzelfde. Omdat je meer tijd steekt in je verkeerde hand, wordt die op het een of andere manier mooier, want je bent secuurder. En bij je makkelijke hand denk je: ah, dat doe ik even wat vlotter. Dus dan ga je ze vergelijken en dan denk je: ja. Ja, ja die, die verkeerde is toch mooier. Maar er zitten gewoon veel meer uren werk in, omdat je daar veel secuurder op bent. Het is echt zo. Het is, het is gewoon, ik, hij zegt het en ik zeg: Ja, nou, papijn, je doet hem precies zo. Dus, uh, nou ja. Ondertussen is mijn nagel uit de lamp. Voordat je, je verder gaat, mag ja. je eventueel het wit een beetje gemengd worden met de pearl white? Vraagt Gemma. Jullie moeten nog even geduld hebben. Ik laat dadelijk alles zien. <laughs> okay. Even twee okay. seconden. Nou, dan heb ik ook geduld. Dan ga ik dat allemaal laten zien. Want als ik nu al te veel verklap, hoef ik het niet meer te laten zien, natuurlijk. Ik ga het even verwijderen, de plaklagen. Zo. Even mijn Power Gel afdekken, want anders dan komt er stof in. Want wat we nu gaan doen, is natuurlijk het shapen. Nou, het is een lange tip en ik hou die stevig vast, want anders wil die nog wel eens een beetje krak zeggen op dat punt. Dat ik hem ook nog in beeld heb. Op deze manier. Ik zal jullie niet de hele tijd vervelen met mijn gevel, maar even. De aanzet, draai hem even om, zodat jullie ook deze kant kunnen zien. Goed ondersteunen. Goed ondersteunen. En nu pak ik de hele bovenzijde, want ik wil één geheel maken. Het mag gewoon een aan de zijkant gezien, als ik hem even zo draai, is die nog steeds redelijk dun. Ja. Dus hij mag best wel een beetje vuilkracht hebben. Want die nagel blijft ook verder gewoon slank. En als je nu kan zien, komt die mooie lijn er al doorheen. Van mijn blauw en mijn groene. Even scherp. Ja. Smiley. Veil is natuurlijk nooit het mooiste te zien op beeld. Maar ik wil wel iets laten zien. Want veil niet te weinig. Je ziet hier nog een beetje blauw. Even, kijken, ja. hem even scherp maken. Ja, dus je ziet hier wat blauw in puntjes. Ook dat moet helemaal strak. Mensen zijn vaak geneigd om met een smiley niet zo heel ver te durven feilen. Maar je mag je best meer op feilen, want dan wordt ook die lijn helemaal strak. Ja, daarom feilen we van tevoren ook dat muurtje. Juist. Zo. Nou, ik zal hem even afmaken. Zonder dat jullie de hele tijd worden verveeld met mij. Mijn gevel of mijn geluid, is maar te zeggen. Nou, terwijl jij dat doet, heb ik natuurlijk de winnaars van de challenge van Angelique. Nou, ten eerste was het natuurlijk een ontzettend leuke workshop twee weken geleden. Met dat um, babyboom, of tenminste een ombre maken met de nieuwe blusjes En dat spontje en een acrylpoeder. Nou, het was echt heel, heel intrigerend. Ik was een beetje ziek. Ik lag op bed. Ik keek zo half mee, want ik kan het dan natuurlijk toch niet loslaten. Um, maar ik was op een gegeven moment de kluts een beetje kwijt. Maar dat geldt niet voor jullie, want ik heb echt prachtige dingen zien langskomen. Ook vandaag al in de groep. En we hebben ook hele mooie winnaars. Uh, Maggie zegt over Deborah: zoveel erin. En toch nog zo dun. Heel mooi. En Christen zegt: dit is zo spannend. Ik wil echt het eindresultaat zien. Nou, eerst even de winnaars van Angelique van twee weken geleden. De huiswerkopdracht was als volgt: maak op vijf tips een ombre met de getoonde techniek. Plaats bij minimaal twee tips glitters bij de cuticle en het moet een bijpassende set zijn, dus let op jouw kleurgebruik. Nou, dan hebben we natuurlijk winnaressen. Jullie hebben je e-certificaat al ontvangen en laten we beginnen met de eerste winnares. Daarover zegt Angelique, ik heb mijn papier hier. Wauw, wat een prachtige kleurcombinatie. Deze ga ik zeker ook een keer plaatsen in mijn salon... Je ombre is mooi op dezelfde hoogte, op iedere kolenpop. En de Simplicity Nail Art maakt het echt af. Echt prachtig. Claudia Lazaroms, van harte gefeliciteerd met jouw prachtige inzending. Inderdaad, glittercore. Uh, ik zie purple gin, ik zie popsicle, ik zie natuurlijk de Berry blush. Heel erg gefeliciteerd, Claudia, met jouw prachtige blush, ombre, inzending. Super goed gedaan, gefeliciteerd. De volgende. Oh, Nicole van Duren vraagt welke gidsveilen gebruik je voor het veilen nu, Deborah? 180, 180 git, Nicole. Dat wordt gebruikt. Uh, Deborah gebruikt de 180 git. De tweede winnares van vanavond. Daarover wordt gezegd. Wat een intens mooie foto en een prachtige set. Ik ben helemaal in love. De blend is prachtig en de flakes en matte topcoat... zorgen voor liefde op het eerste gezegd. Super goed gedaan. Wilma van Beek, van harte gefeliciteerd met jouw inzending. En je mooie chameleon flakes verstopt, supergoed gedaan. Hele mooie foto ook, van harte gefeliciteerd Wilma, ook met jouw inzending. En dan hebben we er nog één over, de derde winnares van vanavond. Daarover wordt gezegd, wat een mooie foto. De heerlijke herfstsfeer die ook een mooie match is met je design. Je laat zien dat je de ombre perfect kunt aanbrengen en dan ook nog op dezelfde hoogte. Superknap. Je klanten zullen zeker genieten van zo'n mooie set als deze. Stop gedaan, Ilja Maurer. Van harte gefeliciteerd, Ilja. Ook met jouw de zending Super goed gedaan. Heel mooi, heel egaal. Heel klassiek, heel classy. Super goed gedaan. Alle winnaressen natuurlijk, maar iedereen die heeft meegenomen. Want ik heb ook prachtige inzendingen in de groep zien langskomen vandaag. Super mooie art gemaakt. Ik, ik moet zeggen, voor jullie allemaal is ombre een koud kunstje geworden. Want ik heb echt prachtige ombres voorbij zien komen. Ik ben totally impressed. Iedereen is aan het feliciteren. Uh, Pernilla zegt: I would sit for so many hours any day to get nails from. Deborah, I understand. Um, uh, lak je naar op mijn certificaat staat een fout. Er staat namelijk Easy Ombre. Zonder de E. Stuur mij even een mailtje, een messengerberichtje, en we pakken dat even op voor jou. Even kijken welke kleuren waren dat. Was zo snel. Dat weet ik niet, uh, Wendy. Ik weet niet welke kleuren dat precies waren. Uh, hm? Ja, natuurlijk, zo direct de prijs nog. Oh, die kleuren die ik benoemde, dat was de blush berry, de popsicle en de pink gin tonic. Die kleuren heb ik opgenoemd, want de andere kleur kon ik niet opnoemen. Dus de Berry, de Purple Gin en de Popsicle. Met deze prachtige inzending van Claudia natuurlijk. En dan de prijs. Wat hebben de winnaressen ontvangen? Wat krijgen jullie deze week thuis gestuurd? Dat is de Blush Neon Gel Pink, Blush Gel Rose, Blush Gel Cozy en Blush Sparkle Gel Glossy. Dus super gefeliciteerd. Het komt deze week naar jullie toe. We gaan het morgen natuurlijk in orde maken voor jullie. En nogmaals van harte ja, gefeliciteerd en heel erg bedankt voor het meedoen aan jullie allemaal. We hebben weer veel inzendingen. Ik heb veel zien langskomen. Ik moet zeggen, ik heb prachtige uh, ombre, easy ombre creaties gezien. Super goed gedaan. Dan ga ik even kijken. Ja, ik ga straks nog een keertje het huiswerk doen. Hoe ver ben jij, lieve Deborah? Nou, ik uh, ben zover en ik heb het voor elkaar. Hij is er weer af, <laughs> dus hij is wat stokje af. Maar ik ben eigenlijk zover om hem uh, ja, af te gaan lakken. Ik weet niet of jullie er ook al klaar voor zijn. Ik maak even de tafel een beetje schoon. En mijn handschoenen natuurlijk, want alles zit een beetje onder het stof van het veilen. Maar ja, goed, dat maakt de pret niet drukken met het eindresultaat. Dus ik pak mijn Surprising. Nou, hier staat hij. Even goed schudden, even goed schudden. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ken het weet, Farid. Dus, nou we beginnen. Mooi. Kom, even bovenaan. de nagel, Even tappen. Oeh, komt ie? Wauw. Jeetje, Mina. Zo. Jee, mag zeg. En dat is hem, het is net alsof er allemaal diamantjes in liggen. Het is toch net een kaleidoscoop? Ik ja, weet geen hè? beter woord. Nee, want het prachtig. was mijn, mijn gedachte met Isenach. Prachtig. Je moet een beetje vreemd zijn om dit te bedenken, maar het is geweldig. Het <laughs> is echt prachtig. Nou, dank je wel. Heb jij bewust gekozen voor een kleurstiletto tip in plaats van een natural tip? Vraagt Gemma. Ja, zeker, want die onderkant moet echt transparant blijven. Nou, daar is het antwoord. Je stottert een beetje, het geluid uh, hakkelt een beetje. Dus je moet even opleggen dat het, ja, dat het okay. zendertje goed vrij Ik leg blijft. hem weer even zo neer. Is dit beter? Hoorde je me beter zo? Ja. Hakkel ik niet meer. Het is prachtig. Nou. Echt prachtig. Cool, hè? Ja, zullen we maar... Nou, als je nou even je handschoenen ja. schoonmaakt... Ja, nou, zal ik gewoon andere pakken even, misschien? Want ja, want dan, dan kunnen we even een betere screenshot doen, hè? Want anders worden we helemaal schoonmaak... afgeleid door die witte stof op ja. de... Op die witte stof, dat witte stof natuurlijk op die handschoenen. En dat, dat kunnen we natuurlijk niet helemaal hebben. Um, nee. In de tussentijd ga ik even kijken. Janine zegt, oh, veegt kwijl weg. Zo gaaf, met hartjes in de oogjes. Cerise uh, zegt, wow, mooi. Heel gaaf, Lisette. Etty zegt, zo mooi, Deborah. Super gaaf, Deborah. Ina zegt, prachtig. Wauw, prachtig. Wow, super vet, zegt Suzy. Fonica zegt super, Agnes, wow Deborah, oogverblindend, zegt Ellen. Daisy Bouw zegt heel mooi, super. Angelique Abba zegt, oh my god, wat tof. Nou, ik vind het het allemaal nog niet afdekken. Priscilla zegt wow, allemachtig, prachtig Deborah. Michelle heel mooi, Magda zegt just wow. Gislaine zegt geweldig mooi. En Elvira, waarom heet het nou een underlay? Omdat dus de inlay onder, onder de folie ligt. Dus het is een soort gestapelde. Het is een soort club-sandwich in Leenago. <laughs> een soort club-sandwich van laag op laag op laag. Diamond niet te geloven zo mooi, zegt Daisy. Wauwie, wauwie, wauwie. Het nagelbed lijkt wel een avatar-kleuren. Laten we maar even teruggaan voor de screenshot. Ja, zullen we dat doen? Ja. Nou, hij staat er met schone handschoenen. Ja, ja. Ja, veel beter. Doen... Oh, mooi. Even van die kant. Drie, twee, één. Screenshot... Dat was een mooie. Neem hem ook nog van bovenaf? Ja, laten we maar doen. Leg hem nog even vast. Dan ook even dat, dat lelijke witte gummie een beetje opzij, want anders zie je dat zo steken. Zo, op het aal. 3, 2, 1, screenshot. Even wat duidelijker. <laughs> Heel erg mooi. Ik vind het prachtig. Heb je nog meer om ons te, te, te verblijden deze natuurlijk, avond? Natuurlijk, natuurlijk. Oh, Christian Maas brult mee. Nou, we gaan straks echt een flinke brul doen. Ja, want natuurlijk heb ik ze ook met andere manieren gemaakt. Oh, wauw, die linker is ook vet. Met een ombre op het nagelbed. Ja, <coughs> met Frost Pink is dat gemaakt. Hier zo heb ik dus het nagelbed gemengd. Dus dat is de uh, Power Gel White. Ik weet niet of je het goed kan zien hoor, maar het is een klein sparkeltje erin. Met de uh, pigment zilver. Dus je zou inderdaad ook wat eerder werd gevraagd: het wit kunnen mengen met pearl Juist, paste. Juist, ja, met, met van alles. Dus hier is de nagel die we zojuist ja, hebben gemaakt. Prachtig. En hier is die op het nagel. Nou zijn deze natuurlijk lang. Oh, wacht, we moeten nog screenshotten. Oh, Excuse me. Ik moe... ben helemaal aan het genieten. Je moet wel eventjes een ja, afgeleid. Doen afgeleid. jullie thuis mee? Eventjes goed neerleggen. Dan doen we gewoon eens een keertje kijken of we door heel Nederland hoorbaar zijn. Nee hoor. Ik ga hem ertussen leggen. Alle gekheid op een stokje. Even mooi. Mmm. Of een gekheid zonder stokje. Er zit natuurlijk wat wit van het feil op de tafel. Dat is een beetje... Ja. Even kijken. Midden, midden, midden. Hij ligt niet helemaal lekker. Zo. Drie, twee, één. Screenshot! En als ik deze natuurlijk nog even omdraai, dan zie je ook mooi aan de onderkant hoe het eruit komt. Ja, prachtig. Als je hem draait, dat hebt. is dus dan met roo rood. Dat is met rood, ja, met een rode glasgel. En pepijn is heel even bezig voor mij, dat is super handig. Tot die tijd draai ik die nog even helemaal, zodat je alles goed kan zien. Hoe het er dus in opgebouwd is. Dank je wel. Ik geef even een schoon stukje tabletouw aan. Ja, dus dan kunnen we het even nog mooier laten zien, zonder al die fratsen van uh, dat witte. Het schijnt ook gelijk veel beter. Nog één keer die. Dus dat waren deze. En natuurlijk ook wat korter en meerdere varianten: dus met blauw, oranje en dit is helemaal met zwart. Hier is er ook zwart door, het power, uh, door de witte Power gel heen. En dit zijn color concentrates: die heb ik daardoor heen gemaakt. Maar ook het nagelbed is de clear power gel: heb ik hier opgebouwd met color concentrate black. Een dunne laag en dan had je ook super tof uit. En je krijgt met alle kleuren een ander effect. N en dat is wat ik bedoelde. Met je kunt dus, uh, al heb je maar één kleur glas gel, Kun je nog steeds meerdere effecten aanbrengen door te spelen met je andere producten. Nou, dan gaan we nog één keertje: 3, 2, 1. Screenshot. Daar moet een wedstrijd voor komen. Pepijn. Nou, er zijn genoeg mensen die meedoen. <laughs> <laughs> nou, dat waren deze. Zo, zo. Ik zet nog eventjes degene die we net gemaakt hebben, even terug op zijn standaardje. Ja, en hoe het blinkt, hè? Het is fantastisch. Het is zo leuk en zo gaaf om te maken. twee. En nou, dit Link kan hij nu niet meer scherp stellen, want hij stelt scherp op de onderkant. Ja, zowel. Ja, nu ja wel, nu prachtig. Wel, nu wel. Zo. prachtig. Dus ook weer een hele andere kleurstelling dan alle andere die er liggen. Dus je kunt echt spelen. Al heb je maar één kleur, speel met de hoeveelheid producten die je hebt. Het zij si aquacolors, Color concentrates. Je kunt echt heel veel dingen doen. Beeldschoon, Deborah. Dank je wel. Echt supermooi. Nou, het is dat ik geen nagels meer doe, want anders zou ik denken: ik ga ze op bij mezelf zetten. Wil mm -hmm. jij nou ook net als ik lekker gaan spelen met je producten en toch een keertje meedoen met deze e-workshop? Ook al is het best uitdagend, dit is je huiswerk. Kijk nog even snel mee. Vijf pops, vijf tips, waarvan drie met een underlay op het nagelbed en twee met een underlay op de verlenging, op de vrijrand. Speel hierin met vijf verschillende kleuren. Dus dat is echt een hele coole uitdaging. Daar kun jij laten zien dat jij dit ook kan in al die verschillende kleuren. Ja, als ik dit met de feestdagen zou zien liggen op jouw nageltafel, ik zou meteen een afspraak boeken om dat, om dat te laten zetten. Ik denk, ik zou dit echt helemaal de bom vinden. Nou, je hebt per twee weken de tijd, wat dat wil zeggen tot en met 23 oktober. Stuur je huiswerk in via de link die je kunt vinden in het album. Weet je nou niet helemaal hoe dat werkt? Zoals Charity, neem dan even contact op met mij of ik laat morgen contact op met jou nemen. En vergeet niet dat het huiswerk ook bestaat uit één verzamelfoto van al je designs. Doe je dat, krijg je je e certificaat Ik lees in de komst dat er een paar mensen zijn bij wie het onder certificaat. De E ontbreekt, op het certificaat. Ik geef dat door aan Katri, mijn collega. En morgen gaan we kijken naar wie wij een nieuw certificaat moeten sturen. Komt ook helemaal goed. Maar naast je certificaat maak je altijd kans op de prijs. En dit keer is dit de prijs. Twee keer de FX Foils, Glass Gel Polish, de Flash Cure, Inlay Shell Sheets en een leuke glitter. Super leuk om te gebruiken en dan kun je dit soort dingen dus mee maken en neem die Flash Cure meteen lekker mee naar het event. En het event is natuurlijk 18 en 19 november in het Contact der Continente in Soesterberg. Ik heb ontzettend genoten, Deborah. Het was prachtig. En niet wat ik had verwacht. <laughs> nee, hè? Nee. Wat moet je er nou eigenlijk aanhangen aan aan, aan zo'n naam? Ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook wat ik dacht. Wat zal ik nou eens voor leuks gaan verzinnen? Want ja, je wilt toch weer eens iets anders aan jullie laten zien. Dan ja, ik ben wel inlee, maar het kan ook anders. Dus nou ja, dat heb ik vanavond proberen te laten zien. En ik hoop natuurlijk dat jullie dat heel tof vonden. Ik vond het in ieder geval net zo leuk als jij. Hebben pijn? Echt heel erg. Nou, heel erg bedankt, Deborah. Jullie ook heel erg bedankt voor het kijken vanavond. Het was weer heel gezellig. Priscilla, ik hoop dat het je een beetje de gedachte heeft laten helpen verzetten. Um, en dat je eventjes de dingen een beetje los hebt kunnen laten. Seriza zegt op de valreep... Uh, lekker gezellig meegekeken tijdens het diner, nu snel naar het hoofdgerecht. Ja, het is tien voor half tien. Dat betekent in Italië dat je net gaat beginnen met eten. Eet smakelijk nog, maak het niet te laat. Hè? Uh, bedankt voor deze avond, Pepijn, Deborah en Gil, zegt Maggie. Nou, jij bedankt voor het kijken. Uh, even een superleuke workshop, zegt Agnes. Uh, ik ga de cake aftoppen. Mm, lekker. En even kijken, Chrisje vond het een geweldige workshop. Hele leuke opdracht. Nou, het was weer een hele leuke avond. Lekker bling bling. Tot de volgende Neil Talk Live, zegt Lisette. Ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken voor het kijken. Het was weer een supergezellige, leuke avond. Deborah, heel erg bedankt voor het laten zien. Gil heel erg bedankt voor het hier zijn en samen met mij dit mogelijk te maken voor jullie. Woensdag gaan Gil en ik naar Italië om lekker behind the scenes een paar shots te maken, te filmen. Hoe gaat dat er nou tijdens zo'n trainer, trainer aan toe? Misschien dat ik die wel niet volgende week, maar die weken op aan jullie kan laten zien. Wij hebben nog een hele drukke week voor de boeg. Syriza en Natalia, we are coming down south to Rome. Jullie allemaal nog een hele fijne avond. En vergeet niet het Nail Talk Live event op 18 en 19 november. Registreer snel en wil je alvast een beetje voor plezier, een beetje voor pret of over streep getrokken worden. Kijk mee naar de video die Gil heeft gemaakt. En dan wens ik jullie. Aanstaande woensdag gaat het in Nail Talk Live over babyboom en collarboom. Met een prachtige nagel. Twee prachtige nagels, die moeten jullie echt zien. Echt de moeite waard van het kijken. En aanstaande vrijdag hebben we natuurlijk ook een. Een Nil Talk Live International. Die zit nog niet helemaal in mijn systeem. Dat ik nog niet opgeschreven. Maar ik pak even mijn boekje erbij. En dan gaat het over de ballerina-nagels. Die hele mooie technische, slanke nagels. Heb je dit boekje nou nog niet? Stuur mij even een Messenger-berichtje een stukje op. Het wordt weer een hele week Nil Talk Live. Aanstaande woensdag de show. Vrijdag Nil Talk Live International. Maandag de e-workshop natuurlijk. Met Magda. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Blijf hangen en kijk naar het event videootje van Gil. En dan zeg ik tot snel. Tot. Neil Talk Live